Hallo jongens. Oh ja. Een momentje. Yo mensen van het Pro Games. Awesome dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Oh wacht, vandaag. Het is nu bijna 6:30 in de avond. Maar morgen ga ik ook nog verder vloggen met deze vlog. Nou kijk, morgen hebben we in Scheveningen een vuurwerkshow. En daar gaan we naartoe, hè? Toch, stiefmoeder? Ja, hè? Ja, hè? Ik herhaal alvast, zij was trouwens sinds vlog 50 of zo. Ik heb geen idee welke vlog, noemde ik haar moeder. Maar mijn echte moeder vindt het niet goed als ik haar moeder noem. Anders wordt ze in de war. Ik moet haar stiefmoeder noemen, maar dat klinkt niet zo goed. Maar ze is mijn stiefmoeder. Maar stiefmoeder is in sprookjes echt streng. Maar zij is niet streng, ze is heel erg aardig. Ja toch, stiefmoeder? Ja toch? Ja hè? Doe maar om. Oké, ze begrijpt er niks van. Maar morgen hebben wij een vuurwerkshow, hè? Fireworks show. Ja, toch? Ja, hè? Ja, toch? Nee, bij. Fireworks show. Morgen. Ja, morgen. Ja. Morgen. Ja. En jij mag niet boven steven vuurwerk. Oké? Ben ik jou aan de pesten? Kijk maar, boem. Zo, dat krijg je wel. Dan ga je op je hoofd staan, hè? Je mag niks gooien, hè? Boem. Nee, Johan kan net. Hij vindt het niet leuk, maar mijn plan is om hem een beetje te pesten en zo. Maar we gaan morgen naar de vuurwerkshow. En morgen, als jullie niet weten wanneer welke dag ik hem upload. Nou, morgen is het vrijdag, vandaag is het donderdag. Dus morgen daar naartoe, hè? Ja, hè? Ja, toch? Ja. Yo, mensen. Ik ben al wakker. Het is ochtend, ik heb uitgeslapen en nu is het freaking. Hoe laat is het? 11:15. Wauw, ik heb me echt uitgeslapen. Het is 11:30 en ik heb nog niet eens ontbeten. Dan moet ik gaan ontbijten. Dan moet ik. Ja, duimpje omhoog. Ja, nou kijk, hier heb ik lekkere appeltaart. Even snijden en eten. Wisten jullie dat appeltaart mijn lievelingstaart is? Nou ja, nou, waarom eet ik het op nu, hè? Nou, nu heb je hem hoog. Ik ben net wakker, dus ik ben een beetje slaperig. Vanavond weet ik niet of we naar de vuurwerkfestival gaan. Vuurwerkshow. Want ja, vanavond gaat het regenen. En stormen vanaf 9 uur tot en met 11 uur. Dat is tussen die tijd. Dat vind ik kut. Hallo mensen. Leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe. Ja. Oh wacht, ik ben in de war. Ik dacht dat ik begonnen was met de vlog. Maar ik was al lang begonnen, gisteren al. Maar kijk eens aan. Hier heb ik zo'n grote pak. Zo'n grote pakken drank. Gewoon fruitig frisdrank. Volgens mij is het dubbel fris, zou ik zeggen. Het is geen dubbel fris, maar er zit wel een klein beetje prik in. Kijk, nou dit heb ik dus de hele nacht in de vriezer gelaten. En kijk, en dan is het heel erg dik geworden, omdat er ijs in zit. Oh, dat doet pijn als je opslaat. Zou ik die zo op de grond gooien? Ik ga even naar buiten. Kan ik dit pakketje op de grond gooien? Nee, ik zal het niet doen. Oh my god, ik voel het ijs al kraken. Zo. Nou, die is helemaal bevroren. Ik laat hem zo smelten. Oké, jongens. Ik heb kauwgom in mijn mond. Ik ga dus nu naar de supermarkt. Ik ga dingen kopen van 10 euro. Snoepchips, maakt niet uit. Maar we gaan lekker eten. Maar mijn vader komt vanavond een soort van. We gaan zo vanavond naar de vuurwerkshow. Oh my god. En dat gaat nog heel even duren. Ik weet niet zeker, maar morgen gaan we sowieso. Dat moet wel. Ik had heel even mijn vader gebeld. En hij zei, ligt afhankelijk van het weer of we naar de vuurwerkshow kunnen gaan. Ik ga even mijn schoenen aan trekken. En naar de supermarkt. Daar ga ik naartoe. Dingen kopen. Hij zei dat het afhankelijk aan licht, hoe, ja, van het weer. Maar ik had bedacht
zo'n plantje. Of hij ook in de auto kan blijven. Of wij kunnen in de auto blijven en zo naar buiten kijken. In plaats van de storm de hele tijd. Want tussen de vuurwerkshowtijd, is een soort van storm. Gewoon precies tussen 9 uur en 11 uur. Dus dat is niet zo chill. Wat de hel kan dat? Hoe kan ik zoiets doen? Ik moet nadenken. Het is vrijdag vandaag. Oké, jongens. Het is lekker weer. Het zonnetje schijnt en super chill. Ja, ik was net begonnen aan het vloggen en toen belde mijn moeder. Precies die timing. Wat een slechte timing. Oh, mijn god, mijn ogen worden kapot. Maar jullie zien me alleen mijn zwart beeld. Hallo, hier ben ik. Oh, mijn ogen worden kapot. De zon is ook heel erg fel. Oh my god, mijn ogen lijken zien er niet mooi uit. Je moet grote ogen hebben. Oh nee. Jongens, elke keer als ik naar de zon kijk, dan voel ik me een soort van Chineesachtig. Mijn ogen worden echt klein. Oké, nadat ik boodschappen heb gedaan, ga ik bij mijn vriend Xander spelen. En oh my god, mijn ogen zien er niet mooi uit. Oh wacht, nu is het beter, ja. We gaan zo... ik ga zo naar bij mijn vriend spelen, Xander. En daar ga ik ook een video maken van Minecraft. Ik ben benieuwd hoe ver hij is met Minecraft bouwen en zo. Maar hopelijk is hij ver hoor. Hij is al een tijdje bezig met Minecraft. Oké, jongens. We gaan nu ergens naartoe. We gaan naar de Albert Heijn natuurlijk. Ja, daar wacht ik al op, jongens. Oké, jongens, we gaan nu de Albert Heijn binnen en ik weet waar de snoep- en chipsafdeling is. Daar ga ik naartoe. Ja, jongens, het is hier. Nou, dan kan ik even wat uitkiezen. Oh my god. Kijk, ik heb een winkel. Ik heb helemaal vol snoep en chips en snacks gekocht. Nou, ik ga even betalen. Nou, jongens. Ik ben uit de Albert Heijn. Heerlijk. Ik heb een tas vol spulletjes, snoep. Oké, dat kostte €9,42. En lekker veel gekocht hoor. Ik ga nu naar mijn vriend toe. Oké, jongens, ik weet nu wat mijn korte route is. En nu ga ik naar Xander toe. Wauw, een tas vol spullen. Ik vind het geweldig. Oké, jongens. Naar zijn huis lopen. Oké, ik mag zijn huis trouwens niet filmen. En ik ga niet zeggen welke kant ik nu op ga. Ik ga dus nu rechtdoor. Dus ik ga wat zeggen. Hij woont daar, hij woont daar. Oké, mensen die willen kijken waar Xander woont. Hij woont daar. Kijk, daar. En dan moet je twee keer oversteken en daarna naar links. Daar woont hij. Dus daar ga ik dus naartoe. Hij woont... Ik ga niet zeggen waar hij woont. Ik heb jullie wel een beetje geholpen, dus daar ga ik naartoe. Oké, jongens. Het is volgens mij... Ja, het is 6 uur. Ik ben nu even naar huis aan het lopen. En vanavond zien we wel of wij naar het vuurwerkfestival gaan. En zo niet, dan gaan we morgen. Maar ik denk dat ik vandaag een vlog zou maken dat lang gaat duren. Dus ik heb geen idee hoe lang het zal duren. Nou, we gaan een hele lange vlog maken hoor. Vandaag en morgen. En ja, dan ben ik benieuwd. Nou, kijk. Omdat het een lange vlog zal worden, wil ik trouwens zeggen dat het echt lang, heel, heel lang zal duren voordat de vlog afgelopen wordt. Want ik ga de hele show filmen. En volgens mij duurt een show een kwartier, 20 minuten. Het gaat nog heel even duren hoor. Milan Knol kan ik praten, heeft een piepstem. Oh wacht. We zijn naar mijn huis aan het lopen. Jongen, ik had niet door dat ik aan het vloggen was. Oké, sorry jongens dat ik niet door had. Maar we gaan daar morgen naar de vuurwerkshow. Ik heb wel genoeg opslag. Ik heb zeker genoeg opslag. Geen probleem. Oké. Ik had daarnet van mijn eigen moeder gehoord dat...
De vuurwerkshow is afgelast vandaag. Door al dat onweerstorm, dat gaat dan niet door. Het vuurwerkshow gaat niet door. Dat vind ik echt jammer. Maar ja. Voor vanochtend had ik dit pakje al laten smelten. Maar ik voel dat het nog een beetje hard. Nou, ik voel echt heel erg hard. Dat betekent dat er nog een heel groot stuk ijsblok in zit. Omdat het afgelast is, dan gaan we vanavond niet. Dan gaan we morgen. Ik ga het zo aan mijn vader tegen mijn vader zeggen. Dat het vuurwerk zo is afgelast. En tegen mijn stiefmoeder en stiefbroertje. Zelfs ook zeggen dat het is afgelast. Het vuurwerk zo. Dus ik ga naar boven. Zo, deur open. Ja, Bouw. De vuurwerk fireworks show is afgelast. Huh? De afgelast van de fireworks show. Ja. Ja, storm straks. Oké, jongens, het is inmiddels al 10 uur. Oh, wat ben ik moe. Oké, ik ben moe geworden. Wat 10 uur is. Morgen ga ik echt uitslapen. Morgen is het trouwens weekend. Daar kan ik lekker veel video's opnemen. Super chill, duimpje omhoog. Oké. Maar ik heb nog steeds vakantie. Dus daarom heb ik nog veel video's opnemen. En zoals jullie zien, het pakket met ijs begint al een beetje te smelten. Volgens mij zit er bijna geen ijs meer in. Het was al een dag gesmolten. Nou, niet 24 uur per se. Ik kan het wel drinken. Kijk zo. Ik voel nog wel per stuk wel een hele kleine ijsklontjes. Nou, kijk. Als er een groot ijsklont is. En dan breken ze misschien af als ze willen smelten. Kijk zo. Horen jullie het geluid? Ja, jullie hoorden het. Maar in ieder geval, omdat het avond is, ik heb lekker gesnackt, chips gegeten, snoep gegeten. En kijk, wat een rommel hier. Wat een grote rommel, jongen. Oké, nou, ik zie jullie morgen weer. Ik ga kijken hoe het boven gaat. Oh, kijk mijn haren, jongens. Oh, ik ben net wakker. Het is ik word overhoop, ik weet het niet. Oh, mijn haren. Oké, jongens, maar vandaag gaan we wel. Jongens. Ik heb net wat leuks van mijn vader gehoord. Ik ga zo naar Kona en Sammy. Oh my god, ik had volgens mij al een video bedacht dat ik niet meer naar Kona en Sammy mocht gaan. Dat hij mijn vriend was, dat ik niet meer naar hem mocht. Omdat ik daar te veel in zijn huis had gefilmd. Hoe meer ik filmd in zijn huis, hoe minder vaak ik mag komen. Maar jongens, ik ga nu douchen boven. En ja. Dan ga ik naar Kona en Sammy. Ik mis mijn allerbeste vrienden zo, hè. Dus ik ga naar boven douchen. Ik moet snel beginnen. Want ik moet niet te lang praten. Oké. Douchen. Klaar. Nou, even omkleiden. Echt fantastisch. Wow. Oh ja. Hallo. Zo. Ha, nou, helemaal klaar, jongens. En doe een duimpje omhoog. Leuze vlog. Oké, nou, ik ben klaar met douchen. En om 2:30 gaan wij, volgens mij begint het al 1:15 te worden. Het is 1:15. We gaan heel even uitrusten. Mijn vader en mijn broertje en mijn stiefmoeder. Nou, stiefbroertje bedoel ik dan. Zijn boven even aan het slapen en ja, tot zo. Jongens, ik ga even video's opnemen. Over 20 minuten gaan we dus naar Kona en Sammy. Dus ik ga even wachten. 20 minuten kan ik even met mijn hart spelen. Oké, jongens. Het duurt nog een kwartiertje en daarna gaan we naar Kona en Sammy. Ja, Helam.
like deze video als jullie deze lamp willen hebben. Deze lamp geeft magische kracht aan. Als je hem aanraakt, dan heb je een magic fireball. Zoals een wizard in Clash of Clans en Clash Royale. Maar deze fireball, dat zou echt cool zijn. Kijk maar. Oh, het werkt niet bij mij, maar misschien wel bij jullie. Dus jullie hebben kans dat het bij jullie werkt. Oké. We gaan dus nu weg. En dan komen we naar Sammy. Ik mag daar dus niet filmen, maar stiefmoedertje Bouw. Hallo. Ik heb hier best wel veel zon. Ik ga blazen op jou, Bouw. Ik ga blazen op jou. Hallo, kom ervoor zijn. Ja. Hey, Bouw, hoe vind je het om met Koen op te gaan? Heel leuk, hè? Ja, heel erg leuk. Wil je niet meer van die onzin dingen zeggen? Maar je weet toch niet dat we naar Kona en Sammy gaan? Nou, ik zeg nu wel dat wij naar Kona en Sammy gaan. En daar wil je niks van begrijpen. Hij begrijpt er niks van. Maar jongens, we gaan naar Kona en Sammy. Maar ik mag daar dat huis niet filmen. Dat is jammer. Hoe meer ik film, hoe minder vaak ik mag komen. Dus ik zal daar beter niet gaan filmen. Wauw, dat ziet er mooi uit. Oh, wacht, dit ding... Ik wil een beetje afkoeling. Wow, dit ding moet ik er even uithalen, jongen. Oh, zo. Woehoe, kijk het uitzicht. Dit is mooi. Oh, dat was bijna tussen, jongen. Hoi, Bouw. Oh. Wow, dat is leuk. Zo, de wolken zien er mooi uit vandaag. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Konan. En vanavond gaan we naar het vuurwerkfestival. En daarom is het een duimpje omhoog voor deze vlog. Het gaat een leuke vlog geworden. Nou, hopelijk zie ik jullie straks. Want ik mag bij Konan dus niet filmen. En mijn vuurwerkfestival mag ik filmen. Dus ik zie jullie zo daar volgens mij. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, we gaan daar wel naartoe met Bouw erbij. Toch? Ik weet serieus niet waar we naartoe gaan, jongens. Maar onze ouders gaan de verkeerde kant op rijden. En ik laat ze gewoon rijden en geen vragen stellen. Nou, kijk waar ze naartoe rijden. Het is supermarkt. Oh, supermarkt. Ik ben benieuwd wat we gaan kopen. En jullie zien het zo wel straks. Oh ja, met een piepijn met Hallo. Oké, jongens, onze ouders zijn heel even naar binnen, naar de supermarkt. En ik en Bouw zijn heel heerlijk aan het genieten van de chips. Ah, lekker. Ja. Ah. Lekker. Twee vlogs geleden ging ik mijn broertje irriteren. Dus ik ga dus nu op hem blazen. Oh, wacht, jullie zien hem niet zo goed. Ja, nu wel. En ik ga hem irriteren, ja? Hij haat het oost, het spijt me. Hij haat het. Het spijt me. Ik ging je irriteren. Oh.